En ik ben flink doorgegaan. Ik heb mijn vision board af. Het is dinsdag, school is weer begonnen. Ik heb Sarah net weggebracht. Boodschappen gedaan, ik ben kapot ervan. En ik heb vanochtend al iets gefilmd. Dat ga ik hierna plaatsen. Ik ben op de weegschaal gaan staan. Dat is iets wat ik sowieso niet heel erg vaak doe. En wat ik gewoon ga delen. En dat vind ik best wel een dingetje. Maar ja, ik ben gewoon flink aangekomen. Dat weet ik zelf ook, heb ik ook zelf gedaan. En ik heb ook echt zoiets gehad van, nou ja, we beginnen vandaag gewoon weer met de kilootjes eraf te krijgen. Dus ik heb daarna gewoon nog even doorgegeten. Maar ja, kerst, oud en nieuw. En daarna was het nog vakantie, dus ik had gewoon geen zin om er dan aan te gaan beginnen. Maar ik ga wel laten zien wat de weegschaal aangaf. En dan kunnen jullie dus ook zien of het me gaat lukken. Gewoon weer terug te gaan naar een zomerlichaam. Ik zeg overigens niet dat ik heel erg dik ben, want dat ben ik niet. Maar de laatste keer dat ik woog was ik wel 12 kilo zwaarder dan dat ik was. En ik was toen wel heel slank. Dus op zich, als je dan 12 kilo bij doet, ben je niet gelijk heel dik. Maar ik wil ze er toch gewoon af. Ik ga overigens niet lijnen. Want lijnen vind ik jezelf echt voedingsstoffen ontzeggen en zo. Daar doe ik niet aan. Ik ga gewoon echt weer terug naar het gezond, uitgebalanceerd eten. En daar kan ook af en toe gewoon wat lekkers in zitten. Alleen ik ga gewoon mijn calorieën bijhouden en daar niet overheen. En zorgen dat mijn voedingsstoffen in balans zijn. Dat vind ik toch altijd de mooiste manier om af te vallen. Omdat je gewoon eigenlijk heel gezond eet en leeft zoals het hoort. En daarmee op je gewicht blijft. Dus dat is het plan, heb ik vaker gedaan. Dus ik ga er ook gewoon vanuit dat dat nu helemaal lukt. Ik heb dit voorheen zelfs 3 jaar lang volgehouden. Altijd, elke dag, elke maaltijd invoeren en in mijn land blijven zitten. Dus dat moet gewoon lukken. En ik ga ook kijken of ik af en toe mijn stappen bij kan houden. Maar ja, ik wil niet zo'n bandje eigenlijk als ik wel te twijfelen. Maar ik vind ze vaak zo lelijk. Dat houdt me eigenlijk een beetje tegen. Maar je telefoon de hele dag op je lijf dragen vind ik ook weer zo'n ding. Dus ik ga gewoon even kijken hoe ik dat ga doen. Ik ga in ieder geval nu de beelden laten zien die ik vanochtend heb gefilmd. Oké, daar gaan we. Ik heb wel sokken aangetrokken, want ik had hele koude voeten. En ik ben echt mega benieuwd. Waar kom ik op uit? 72. Jeetje. En toen dacht ik, dat kan niet kloppen. Maar ik had hem op de mat staan. En als ik hier op ga staan, dan kom ik iets lager uit. Zo kom ik op de 66 uit. Dus dat is wat accurater. Dus dat is gewoon 14 kilo meer. Echt bizar gewoon. Ik ben blij dat het, ik niet vind dat het eruit ziet als 14 kilo. Maar het is dus wel gewoon echt 14 kilo. Ik ben vanochtend begonnen met een appeltje. En ik heb nu mijn ontbijt deel 2 gemaakt. Ik ontbijt natuurlijk altijd in 2 keer. En nu heb ik lekker volkoren crackertjes met jam en thee. En dat ga ik ook allemaal toevoegen in mijn app. Mijn stappen beginnen goed vandaag. Dus. En ik loop nog niet heel goed. Dus ik ga dit even allemaal invoeren. Ik heb eigenlijk heel vandaag niet gefilmd. Ik heb ook echt niks boeiends gedaan. Hallo, ja, Sarah die is weer op. Mama moet kijken. En wij hebben besloten. Marco die is elke keer te druk. Zo, wat zit mijn haar trouwens? Helemaal pluis. Zoals op de fiets. We zouden een vision board maken, dat lukt elke keer niet, omdat met de verbouwing en zo. Nou, ik kan daar nu toch niks aan doen. Dus Sarah en ik gaan vast beginnen aan onze vision board. En Marco die kan dan gewoon later kijken of hij de tijd heeft en of hij de zijne kan maken. En desnoods maakt hij hem in februari. Ik heb wel onze doeken, die had ik al. En ik heb hier een stapel tijdschriften, dus we gaan bladeren, bescheuren. Ja, en ik had een boekje voor Sarah meegenomen.
mijn batterij net op. Dus ik kon niet meer verder filmen. Maar ik heb hem even goed opgeladen. En ik ben flink doorgegaan. Ik heb mijn vision board af. Heel even in het kort. Want anders wordt te laat. Ik wil echt op tijd naar bed. Wat ik erop heb geplakt. Dit is gezin, zeg maar. Onze relatie en relatie met Sarah. Nou, een beetje gek in het leven. Tijd voor ook vriendschappen. Ja, ik blijf toch altijd wel houden van kleding en mode en dingen. Dat loopt door in huis. Dat gesteld mag worden en waar we aan het klussen zijn. Home sweet home. Nou, dit zijn wel een beetje mijn motto's. Je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan. Dit staat dan voor mij in dit geval. En dan is dit mijn vision. Zoek je eigen balans. En ik vaar mijn eigen koers. Nou, dat vind ik altijd wel. Dit zijn echt wel belangrijke voor mij. Zoek je eigen balans. Ja, het is wel altijd belangrijk om balans te hebben. Maar ook vaar je eigen koers, weet je. Ja, doe gewoon wat jou gelukkig maakt. En niet voor anderen. Maar je kan je wel laten inspireren. En ja, het verhaal dat heb ik al uitgelegd met verhuizen en alles wat we willen. Dat hebben we ook hier staan. En reizen willen we. En dat we moeten sparen. Dit is aan YouTube gerelateerd. Dus even in een sneltreinvaart. Oh ja, en de strijd tegen de kilo's. Die heb ik ook op. Dus dit is even in een hele sneltreinvaart. Mijn vision board voor 2020. Ik heb weer lekker stokbroodje met sesamboter. En Marco heeft hem gesmeerd voor me. Op een broodplank. Maar echt super lief. En lekker. Zo. Hij wilde niet, maar hij hangt. Dus alleen voor Sarah en voor Marco moeten er nu nog nieuwe komen. Ik heb de kamer opgeruimd. Vaatwasser staat aan. En ik ga lekker weer op tijd naar mijn bed. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, duimpje achter te laten en een leuke reactie. En dan zie ik je morgen. Doei doei.